Rendement. Niet alle energie die je in een elektrisch apparaat stopt, krijg je ook in de vorm die je wilt eruit. Dus wat hebben we hier nou voor gek apparaat staan? Dit is een gloeilamp en dit wat er bovenop ligt is een vaccinelichtje. En waarom hebben we dat nou? Dan kun je laten zien dat een gloeilamp echt niet al zijn energie in licht omzet. Sterker nog, het meeste juist niet, let maar op. De gloeilamp is nu aan. Ik druk het vaccinelichtje aan. Maar het vaccinelichtje, ik hoop dat je het ziet. Het kaarsvet smelt. Het smelt gewoon over de gloeilamp heen. Het is ook, ik moet hem echt op zijn plek houden, want anders glijdt hij er zo vanaf. Hier glijdt nu, druipt nu echt de kaarsvet, de gesmolten kaarsvet druipt over een vaccinelichtje. Ik zal het echt een beetje proberen aan de voorkant te laten stromen, zodat je ziet dat er echt gesmolten kaarsvet over de lamp loopt. Zo hard gaat dat. Ja, een gloeilamp zet van zijn energie, van zijn elektrische energie, ook maar 5% ongeveer om in licht. En de overige 95% is warmte. Ja, en 95% warmte wil wel kaarsvet laten smelten. Dus, nou ja, wat heeft dat voor effect? Nou, je hebt net eventjes het vaccinelichtje gezien voordat we de lamp aanzetten. Ik zet nu de lamp weer even uit. En dan zal je zien, ten eerste dat er nu druppels gesmolten kaarsvet hier op de bank liggen. En dat het vaccinelichtje nu ook echt, ja, er is een hele deuk ingesmolten in dat eventjes. Zo warm worden gloeilampen. Zo, dat is nou iets wat, ja, zeker qua rendement een heel stuk beter kan.